En zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding nog altijd voor Fledder Greenwood. Buitenkant Moor Junction, tweede spoor. Derde spoor komt ook de aanval van Van der Galië. En het vierde spoor wordt zelfs benut. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Vierde spoor is voor Fabulous wel. En ze zijn in de laatste rechte lijn. En het is op haren en snaren. En het is in het midden van de baan Fabulous wel. Die de leiding heeft overgenomen. Vijf galop. Fabulous wel, daar komt Broer van Bremen. Broer van Bremen helemaal aan de buitenzijde. Ze gaan op de streep af. Everglide Rapida wint. En daarachter op plaats 2 is het Broer van Bremen. Derde plaats daarachter is voor Samantha Stoker met Gerco Impuls. Willem Brouwer was blij, dames en heren, op de finish. Hij wees naar mij, Willem. Hij had hem onderschat of niet? Ik zag hem niet. Nee, maar hij wint wel in 1.22.6. Rogier. Hij wint hier eigenlijk altijd, Wim. Ja, dit is zo'n geweldig graspaard. Start nummer 10 is niet het makkelijkste, maar ik heb gewacht op de laatste ronde. En dan heb je zoveel kracht en snelheid. En er waren je twee vrienden om de titel, die waren lekker met elkaar bezig vooraan. Ja, precies. En ik denk, ik wacht het rustig af. Ja. Het blijft spannend, Wim. We hebben een mooie ereprijs. We hebben voor jou de stoeltjesklok, maar dan moeten we een stukje voor naar voren. Ik denk dat dat wel even kan. En we verwelkomen Menno Sappé. Hij is de eregast van vandaag hier op deze meeting in Joure. En hij heeft die stoeltjesklok voor Willem Brouwer. En uiteraard de felicitaties ook aan de eigenaresse. Ons aller Gook, de moeder van Hans Krebas, de man die in Zweden furoren maakt. En ook een dame die heel veel doet aan deze Everglide Rapida. Die maar weer eens laat zien hoe speciaal hij is als het aankomt op het gras hier in Joure. Daar is Menno Sappé. Met de stoeltjesklok. Op de foto. Nou, meneer Sappé, vertel het maar. Mooie dag op Joure vandaag. Ja, dit is heel uniek en ik vond het fantastisch om hier even bij te wezen. En ik heb mijn kinderen en zo ook even meegenomen. En die zijn ineens aan het gokken geraakt. Die vonden het fantastisch en ze hebben ook nog prijzen gewonnen. Nou, dames en heren, ik ben zo blij dat ik hier even terechtgekomen ben. En ik vind, Joure, daar ben ik geboren. En dan is dit iets. En wat ik zo mooi vind, ik zie het groeien. Het gaat vooruit. Hier zijn zoveel mensen die lekker aan het gokken zijn. En genieten van de omgeving. En waar wij hier gezellig met z'n allen even mochten wezen. Geef een applaus, dames en heren. Want dat is natuurlijk nog wel even aan de orde. Geweldige winnaar. Wat een paard is het toch. Everglide Rapida en Wim Brouwer. Ziet er mooi uit. Paarden draaien. En je kan zien dat Samantha Stoker goed heeft opgelet vandaag. Die was goed weg aan de binnenkant met Gerco Impuls. Maar de leiding wordt makkelijk genomen door Erik van den Berg met Fledder Greenwood. Paarden gaan de eerste bocht in. Fledder Greenwood leidt. Op de tweede plaats ligt dan Samantha Stoker met Gerco Impuls. Derde plaats daarachter is aan de relingzijde dan voor... wie is dat? Dat zou een Belg moeten zijn. Fabulous wel. Precies, Fabulous wel. Daarachter op plaats 3. En zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Een korte galop paarden voor paard nummer 4, Floral Girl. En we gaan nog 2 ronden afleggen. En de leiding is in handen van Erik van den Berg met Fledder Greenwood. Die gaat eens even lekker achterover hangen. Uitgeschakeld, 4 galop. 4 is eruit. Die gaan eens even lekker achterover hangen. En daar komt aan de buitenzijde gelijk Jaap ter Stal naar voren. Jaap is onderweg naar voren met Moor Junction, de favoriet. Maar die heeft moeite met die bocht. Maakt een paar mispasjes. Jaap vangt dat heel mooi op. Die heeft daar gevoel voor. Die heeft het gevoel in de vingers. En het paard draaft onmiddellijk weer. Maar die moet wel weer opnieuw aanzetten. Hij ligt nog altijd 4e. Paard in de rechterlijn overzijde. Leiding in handen van Fledder Greenwood. Daar komt Moor Junction weer aan. Hele grote stappen. Is heel snel bij de leiders. Daarachter ligt aan de relingzijde Samantha Stoker met Gerco in
Impuls. En daarachter aan de relingzijde volgt dan Fabulous wel. Dat zijn de eerste vier. Rest van het veld daarachter. En zo gaan ze de bocht door. En die bocht gaan ze allemaal netjes door. En dat is mooi om te zien. Want aan de buitenzijde komt ook een deelnemer naar voren. Dat is Sjoerd van der Galië met Sereste. Sereste maakt aan de buitenzijde meters goed. Doet hij door het derde spoor. En zo gaan we de laatste ronde straks opzoeken. En de leidingen staan nog altijd in handen van Fleder Greenwood. Daar komt More Junction aan de buitenzijde. Dit zou wat zijn als de draver van de voorzitter deze koers kan winnen. Hij heeft er natuurlijk zelf over zich afgeroepen. Het moet vandaag even gebeuren. Jaap ter Stal moet het uitvoeren. Maar Jaap heeft zijn handen vol in de bochten. In de rechte lijnen gaat het goed. Nu is hij de bocht weer door. Hij ligt nog altijd tweede. En zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. Leiding in handen van Fleder Greenwood. Aan de buitenzijde More Junction. More Junction komt dichterbij. Daarachter in het tweede spoor, derde spoor, is het Sjoerd van der Galië met Sereste. En daarachter aan de relingzijde Gerco Impuls. En zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding nog altijd voor Fleder Greenwood. Buitenkant More Junction, tweede spoor. Derde spoor komt ook de aanval van der Galië. En het vierde spoor wordt zelfs benut. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Vierde spoor is voor Fabulous wel. En ze zijn in de laatste rechte lijn. En het is op haar. En snaren. En het is in het midden van de baan Fabulous wel. Die de leiding heeft overgenomen. Vijf galop. Fabulous wel. Daar komt Broer van Bremen. Broer van Bremen helemaal aan de buitenzijde. Ze gaan op de streep af. Everglide Rapida wint. En daarachter op plaats 2 is het Broer van Bremen. Derde plaats daarachter is voor Samantha Stoker met Gerco Impuls.